De meeste geregistreerde verkeersslachtoffers zijn vaker jonge mensen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zei gisteren bij de start van de 10e verkeersveiligheidsmaand dat de verkeerssituatie in de afgelopen jaren drastisch is veranderd. De COVID-19-maatregelen hebben geen verandering gebracht in het verkeersgedrag van bestuurders en zijn er in vergelijking met het afgelopen jaar nu juist meer verkeersdoden. Op de eerste dag van de verkeersveiligheidsmaand zijn er 4 verkeersdoden geregistreerd, waarmee het totaal aantal nu staat op 56. De drastische verandering in het verkeer baseert minister Amoksi onder andere op het aantal voertuigen, het aantal kilometers aan verharde en onverharde wegen en het toenemende aantal jonge bestuurders. Deze en andere veranderingen in het verkeer hebben tal van risico's en gevaren met zich meegebracht. Ons land kende in 2020 een gemiddelde van 15 verkeersdoden per 100.000 personen. De meeste verkeersslachtoffers vallen nog steeds in de leeftijdscategorie 15 tot en met 34 jaar volgens cijfers van de afdeling medische registratie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het aantal verkeersincidenten op jaarniveau wordt geschat op ruim 25.000. De 5 meest voorkomende oorzaken bij aanrijdingen, dan wel verkeersongevallen, betreffen nog altijd onoplettendheid, geen voorrang verlenen, rijden onder invloed van alcohol, rijden op zodanige wijze en het overschrijden van de maximale snelheid. De minister wijst erop dat Suriname nog niet behoort tot de verkeersveilige landen in de wereld. Het ministerie verlengt binnenkort de looptijd van het strategisch plan voor verkeersveiligheid 2018-2021. Met het strategisch plan is er een verkeersveiligheidsinstituut opgericht dat onder leiding staat van Joanne Adraï. Dit instituut zal verantwoordelijk zijn voor de centrale aansturing van de verkeersveiligheid in ons land, om zodoende de verkeersdoden en slachtoffers te beperken. Dit plan zegt dat verkeersveiligheid een ieders verantwoordelijkheid is en had als algemeen doel om in 2021 de verkeersongevallen met dodelijke afloop en de letselschade met 30% te verminderen ten opzichte van 2016. Dat betekent dat we dit jaar het aantal verkeersdoden moest zijn teruggebracht naar 50 en verkeersslachtoffers naar 2600. Deze opgave is niet makkelijk, gelukkig niet onmogelijk. Deze regering is voornemens om de beleidsmaatregelen die zijn genoemd in het plan met de juiste commitment te realiseren om de gestelde doelen in het kader van het decennium van actie voor verkeersveiligheid te realiseren. Ook internationaal blijkt dat het aantal verkeersdoden niet is teruggebracht met 50% in 2020. Integendeel, het aantal verkeersdoden is juist met duizenden gestegen wereldwijd. Het thema voor de verkeersveiligheidsmaand is dit jaar: gezondheid en veiligheid eisen voorrang.